Ja, we hebben het allemaal net gezien. Nick Nicolai is de winnaar van Holland's Got Talent. Laten we nog even kijken naar dat nu al legendarische moment. Nick Nicolai! Gefeliciteerd, Nick Nicolai. Mart. Graag ook een groot applaus voor de nummer 2, Mark Hoogkamer, en de nummer 3, Populair. We schakelen meteen over naar de studio van Holland's Got Talent hier verderop in Amsterdam. En daar staat Nick Nicolai. Van harte gefeliciteerd, jongen. Dankjewel. Ja, even applaus, mensen. Ja. Man, wat was het spannend. Wij zaten hier met z'n allen met zweethandjes te kijken. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, ik besef het nog niet helemaal eigenlijk. Ik denk dat het morgen pas echt tot mijn beseffing komt. Ja, hier kan je alleen maar van dromen natuurlijk, hè? Jazeker. Ja, zag je jezelf ook als winnaar van tevoren? Want je was een beetje de gedoodverfde favoriet voor het grote publiek. Maar had je daardoor zelfvertrouwen gekregen? Ja, dat wel, maar ik vond iedereen eigenlijk wel goed. Dus ik wist het eigenlijk helemaal niet. Nee. Wat gaat er nu met je gebeuren? Wat wil je gaan doen? Ja, iets in Amerika met Motown Records. Je wil meteen naar Amerika met Motown Records? Ja. Nou, dat zijn meteen grootste plannen. Zijn er nog mensen die je wil bedanken? Ja, de fans en voor het stemmen en het publiek hier in de zaal. Ja, en misschien ook Johnny De Mol die naast je staat. Ja, Johnny De Mol ook zeker. Ja, was je blij met hem? Ja, heel erg. Ja, heeft hij je ook op de achtergrond een beetje psychisch begeleid? Ja, heel goed. Hij heeft me heel goed begeleid. Ja, nou, ik vind het echt heel gaaf voor je. Voor jou is dit op heel veel fronten de ultieme overwinning. Dankjewel. Ja. Hey, Johnny. Ja. Ja, hoe heb jij deze avond beleefd? Nou, dit was niet normaal. Het niveau was zo ontzettend hoog. Dan, die zei het net heel terecht. Zo hoort een finale te zijn. Iedereen steeg boven zichzelf uit. Het was tot het laatste moment spannend. 3 zangers bij de laatste 3. Ja, en inderdaad, hij was de favoriet en hij maakt zijn favoriete rol waar. En hij wordt de winnaar van Holland's Got Talent 2016. Hij staat hier een beetje beduusd naast me. Volgens mij heeft hij het nog niet helemaal door. Was hij stiekem ook jouw favoriet? Hij was vanaf het begin al, zat hij in mijn hart. En ja, die stem, dat is natuurlijk ongelooflijk een terechte winnaar. Ja, Gordon zei net al, je hebt het eerste seizoen van Holland's Got Talent voor jou echt fantastisch gepresenteerd. Komt er een tweede seizoen met jou, denk je? Als het aan mij ligt wel. Ik hoop dat ze me bellen. Ik denk dat je je daar geen zorgen over hoeft te maken. Dankjewel en heel veel succes, Nick Nicolai. Fijne avond. Dankjewel.